DNA-leden hebben de regering donderdag vragen gesteld over de bosbrand die al dagen gaande is nabij Wageningen en de rookontwikkeling die daarmee gepaard gaat. NDP-parlementariër Rabinder Permeser ziet in de dichthangende rook groot gevaar voor de volksgezondheid. Hij wilde weten of het waar is dat de brandweer in staking is en geen blussingswerkzaamheden verricht in het westelijk gelegen gebied. Ook vroeg Permeser naar de status van deze bosbrand. Is het al onder controle? Ik heb begrepen dat mensen zelfs in ons buurland, in de regio Berbice, dit waarnemen. Veel mensen hebben enorme last van de rook. We hebben begrepen dat er sprake is van ernstige gezondheidsproblemen als gevolg van rookontwikkeling. Mijn voorstel is concreet dat onze burgers met relevante aandoeningen, ziektes en ouderen uit voorzorg zo spoedig mogelijk geëvacueerd worden uit dat gebied. Fractieleider van de VHP, Aziz Kumar Gayadin, vroeg aandacht voor de situatie in Wageningen en wil dat de regering kordaat moet optreden. Zeker een kwestie van de rookontwikkeling, waar enorm grote delen van die samenleving last ondervinden. En u begrijpt ook dat het gaat ten koste van de gezondheidssituaties van burgers. Dus daar vragen we de regering om op te treden. Als er een situatie is waarbij delen misschien in actie zijn, dat andere middelen worden aangewend om ervoor te zorgen dat oplossingen komen. Permeser ziet ook graag dat de overheid meer middelen en manschappen inzet tegen de bosbrand nabij Wageningen. Tevens vraagt hij om een onderzoek naar de oorzaak van deze al weken woedende brand.